Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerriëtje. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community. Dit doe ik voor de Nederlandse tak, in dit geval Nederland. Voor de Nederlands verstaanbare en sprekende Belgen onder ons. Uiteraard zijn jullie ook van harte welkom. Daarnaast ben ik officieel lid van het communicatieteam. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. En hier ook weer voor de Nederlands sprekende en verstaande Belgen onder ons. Neem de informatie te harte en je kunt rustig alle ontwikkelingen tot jullie nemen, rustig volgen, zo je wil. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdFerHunter en daar kom ik later in deze presentatie even kort op terug. Nou, we participeren allemaal in deze unieke opportunity. Wat is de unieke opportunity? De unieke opportunity van Unitsky String Technologies. Wij krijgen deze kans aangeboden middels SkyWorld Community. SkyWorld Community is een fonds dat eigenlijk voor het kapitaal zorgt, zodat Unitsky String Technologies de ontwikkelingen kan voortzetten en dat de technologie ook kan worden ontwikkeld. Dit alles gebeurt middels een convertible loan agreement. Deze heb je een aantal jaren of reeds pas zelf ook ondertekend. Mocht je hier meer informatie over willen, dan verwijs ik je al voordat de webinar eigenlijk gaat beginnen. Maar ik ga het toch even doen. Dan verwijs ik je even naar de back-office. Daar vind je een aantal documenten. Waaronder de uitleg van de Convertible Loan Agreement en wat de rol van SkyWorld Community is. Zeer belangrijk om te weten, dus verdiep je er zelf in. Mocht dat niet lukken, contacteer Nettie of mij dan even wanneer je tijd hebt en iets meer over wil weten, zodat we dit jullie ook goed kunnen uitleggen. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen een hoop tekst is, dat het Engels is en dat het toch wel taalbarrières zou kunnen opwekken en vormen. We hebben te maken met een klimaat en een milieu dat in rap tempo verandert. Daar kunnen we helaas niks aan doen, dat is gewoon een staand feit. Daar moeten we gewoon mee dealen. En ik vind moeten een heel vervelend woord, maar de Nederlandse taal lijkt mij soms geen andere keuze dan het woord moeten te gebruiken. Maar wat we wel kunnen doen is kijken naar een oplossing. Nou, dat doen veel bedrijven ook. En de ene oplossing is goed, de andere oplossing is iets minder goed. Maar sinds 1978 is Anatoly Unitsky begonnen om zijn idee te visualiseren. En wat is dat idee? Nou, hij heeft destijds een visioen gehad en de meeste mensen die in staat zijn om iets te ontwikkelen, doen het aan de hand van visioenen. Ik ga daar niet te ver over uitwijken, maar dat is gewoon een beeld wat je voor je ziet. En daarop heeft hij bij zichzelf gedacht van ik wil de wereld toch een stukje beter achterlaten dan dat hij in de nabije toekomst zal gaan vormen. Nou, dat heeft hij inmiddels in een concept vergoten. Daar heeft hij 40 jaar over gedaan. Sinds 2015 is de crowdfunding begonnen en we zitten inmiddels in het achtste jaar van de crowdfunding en tot nu toe verloopt alles nog volgens plan. Maar goed, het totaalconcept heeft dus in een vat weten te gieten en zoals je op deze kaart kunt zien is het opgesplitst in vier delen, vier taartpunten. We hebben te maken met de windenergie, lineaire steden, het transportsysteem en de grondverbeteraar in de vorm van een humus. We gaan het niet hebben over de grondverbeteraar, we gaan het ook niet hebben over de windenergie, we gaan het ook niet echt hebben over de lineaire steden. Die komen in de nabije toekomst wel degelijk terug, maar we gaan het in deze webinar voornamelijk hebben over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Nou, wie is Anatoly Unitsky? De meeste mensen kennen Anatoly Unitsky wel, sommige mensen die hem nog niet kennen. Anatoly Unitsky is een engineer. En hoe oostelijker je gaat op deze planeet, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Hoe westelijker je gaat op deze planeet, hoe onbekender Anatoly Unitsky is. Maar als je naar de lijst kijkt die op jullie sheet staat, dan zie je dat hij verschillende samenwerkingen heeft met de Verenigde Naties. Verschillende onderscheidingen heeft gekregen voor het werk wat hij heeft verricht. En een aantal boeken heeft uitgebracht, waarin hij eigenlijk de mens meeneemt in zijn visie. Nou, dit is Anatoly Unitsky met een aantal certificaten. Het is heel goed om jezelf te realiseren dat alles wat wordt ontworpen binnen Unitsky String Technologies, dat het ook gecertificeerd moet worden. Aan de ene kant is de certificering ervoor om ervoor te zorgen dat de concurrentie niet met het product vandoor kan gaan. En aan de andere kant is de certificering ervoor om het veilig te laten werken. Dus dat je ook met een gerust hart kunt instappen en dat je niet hoeft bang te zijn dat er enig defect zou kunnen ontstaan aan de stringrail of aan de modules. Nou, zoals je op deze sheet ziet zijn dat een hele hoop certificaten. Dit is lang niet alles, want bijna wekelijks komt er een nieuw certificaat beschikbaar, wat aangeeft dat Unitsky String Technologies veilig is, wel degelijk een zeer goede mogelijkheid is om te implementeren binnen bestaande infrastructuur, dan wel infrastructuur die nog moet worden ontworpen.
Nou, op deze sheet zien jullie ook nog een aantal certificaten. En het certificaat rechtsonder is afgegeven door de Europese Unie in 2018. Dus dat is wel degelijk een certificaat dat aangeeft dat de Unique String Technologies bestaat. Maar nog zeer belangrijk dat de Europese Unie op de hoogte is van het bestaan van Unique String Technologies. Nou, dit is Anatoly Niskie met een van de vele verworven certificaten. Dit certificaat geeft aan dat het een bona fide bedrijf is en dat wereldwijd internationaal gezien met een gerust hart zaken gedaan kan worden met het bedrijf Unique String Technologies. Daarnaast hebben ze in Wit-Rusland ook een certificaat gekregen dat aangeeft dat ze inmiddels niet meer opereren op normaal niveau, maar inmiddels functioneren en opereren op wetenschappelijk niveau. Dus het geeft al aan dat deze start-up in de ontwikkelingsfase al op een heel ander toneel operationeel is dan dat wij kunnen bedenken en voor ons zien. Nou, wat is dan Unique String Technologies? Om het simpel uit te leggen, zie je als je naar de foto kijkt, zie je dat het bestaat uit verticale pilaren en een horizontale dwarsligger. Nou, vanaf heden zal ik de verticale pilaren intermediate supports gaan noemen en de horizontale dwarsligger is de stringrail. Wat direct opvalt is dat er meer ruimte overblijft voor de natuur en voor de mensen en eigenlijk net nagelang waar de vraag naar is, omdat het transportsysteem zich bevindt op het tweede niveau. Nou, wat zou Unique String Technologies kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een milieuvriendelijke manier. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het zorgt voor meer veiligheid en het zorgt ook voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. En dit is eigenlijk een korte samenvatting van de lange lijst waarbij Unique String Technologies alleen maar voordelen heeft op het huidige transportsysteem dat wij nu kennen. Nou, dit is het huidige transportsysteem wat wij nu kennen. Toen ik zelf begon met Unique String Technologies eigenlijk te promoten of te verspreiden en eigenlijk aan iedereen wilde vertellen die het wel horen wilde, maar ook vooral aan degene die het niet horen wilde, was de reactie veelal vaak, ja, maar dit transportsysteem dat bestaat al. Er is al een transportsysteem op het tweede niveau. Kijk maar in de Duitse stad Wuppertal en er zijn nog een aantal steden in Duitsland. Maar ook in China. Neem bijvoorbeeld de Wuhan, daar zijn ze ook bezig met een dergelijk systeem dat zich bevindt op het tweede niveau. Maar die systemen zijn niet te vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Unique String Technologies. De trein in China die nu wordt ontworpen zal een maximale topsnelheid hebben van ongeveer 80 km per uur. Plus dat er nog steeds een train engineer of een machinist aan boord is om het voertuig van A naar B te laten rijden. Nou, dat is ook in de Duitse stad Wuppertal zo. Het is misschien innovatief, het bevindt zich op het tweede niveau, dat is zeer correct. Maar als je gaat kijken naar de infrastructuur van de product zelf, dan zie je dat het nog steeds heel veel ruimte in beslag neemt. We hebben ook te maken met een wereldwijde dichtslipping van grote steden. Denk bijvoorbeeld aan India, aan Lagos, aan Jakarta. Dit zijn enkele steden, Tokio kun je er ook bij scharen, die eigenlijk zo uit hun barsten groeien dat de bevolking moeite heeft om van A naar B te rijden. En dus dagelijks meer stilstaat in files dan dat ze daadwerkelijk op tijd van A naar B kunnen reizen. Daarnaast wordt Unique String Technologies nog steeds vergeleken met een monorail systeem of een ander systeem. Nou, dat is totaal niet aan de orde. Unique String Technologies beschikt over eigen motorwielen, eigen systemen. Daarentegen dat een monorail systeem of een kabelsysteem veelal een getrokken systeem is. Denk hierbij aan de treinen in San Francisco die van boven naar beneden rijden. Maar ook bijvoorbeeld aan een skilift waarbij de mensen van boven naar beneden kunnen rijden. Of aan een gondel hangen. Of aan een kabel hangen in een gondel zitten, zo zeg ik het correct. Maar dan zijn er nog steeds aan weerskanten, boven en beneden aan de helling, grote motorwielen aan het draaien die ervoor zorgen dat de kabel niet tot stilstand komt. Er gebeurt nog wel eens een ramp met skiliften en dan is de ravage veelal niet te overzien. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem, dan wat ik net ook al kort aanhaalde, dan beschikt Unique String Technologies over eigen motorwielen, over eigen accu's, over artificial intelligence, zogeheten AI, er is nu veel om te doen, maar die AI zorgt in dit geval voor dat de modules zelf kunnen denken, zelf kunnen rijden, zelf kunnen bepalen en zelf eventuele problemen kunnen detecteren en oplossen. Als we naar de infrastructuur kijken van Unique String Technologies, dan zie je dat zich dat ook bevindt op het tweede niveau. Dan zie je dat de intermediate supports gewoon
ja, de contactpunten zijn met de begane grond. Maar daartussen blijft er heel veel ruimte over voor de natuur. Deze modules rijden op het Ecotechnopark en in het testpark in de Emiraten op een hoogte van plus-minus 12,5 meter. Nou, als we dan kijken naar een 2D-visualisatie, dan zien we dat onze aarde vooral bestaat uit heuvels en dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, dan moeten wij de grond egaliseren. Dat zien we op het tweede plaatje en dan komen de dieren die leven in een bepaald leefgebied, letterlijk en figuurlijk in het gedrang. Vervolgens moeten wij een fundering leggen en als die fundering eenmaal is gelegd, dan kunnen we in dit geval een doorsnede van een spoorconstruct erop leggen en dan ontstaat er een soort drietrapsraket. Als we nu gaan kijken naar de onderste foto, dan zien we het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies. En dan zien we dat het bestaat uit intermediate supports en op het tweede niveau een stringrail die is gespannen. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Eerst worden de intermediate supports op hun plek gezet en vervolgens als ze op hun plek staan, dan worden de hulpdragers uitgehaald. Wat je dan ziet ontstaan is nog steeds ons aardoppervlak, maar dan zie je dat er een spanwijdte ontstaat van, zo het makkelijk houden, van 200 meter van A naar B. En daartussen is gewoon ruimte voor de natuur om terug te keren in zijn oorspronkelijke habitat. Nou, als die schingrail op spanning staat, dan worden ook de uiteindes uit de grond gehaald en die worden verankerd aan zogeheten ankersupports. En de stringrail is in dit geval te implementeren op verschillende spanwijdtes, zoals ik al kort aanstipte, van 200 meter, maar ook van 40 meter, 288 meter en in de toekomst vele malen verder. Dus het is zeer innovatief, het is zeer eigenlijk milieuvriendelijk en het zorgt voor geen enkel oponthoud voor dieren en andere mensen of producten die wel gebruik moeten maken van de begane grond, om het even simpel te houden. In het blauwe kadertje zien jullie het anti-dewurmend systeem, dat is het ontsporingssysteem. En dit systeem bevindt zich onder de witte kappen van de modellen en dat is eigenlijk een zeer belangrijk systeem. Want gaat hier iets aan mis, dan is de ravage niet te overzien. Mocht het bedrijf op de beurs zijn, het eerste wat er gebeurt is dat er koerswaardedaling zal volgen waarbij de ramp niet te overzien is. Dat wil Unitsky String Technologies niet. Als het goed is willen wij dat ook niet, dus daarom wordt ervoor gekozen om er zeker van te zijn dat het anti-dewurmend systeem blijft functioneren. Nou, tot nu toe doet het dat. Het voldoet ook aan alle eisen. En als we naar de rechterkant van de sheet kijken, dan zien we het de doorsnede van de stringrail. Nou, de stringrail bestaat uit 6 stringrails. Dat zijn getwiste snaren. Milieuvriendelijk opvangmateriaal. Alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. En het bovenste contactpunt, dat is een belangrijk iets, want daar geeft Unitsky String Technologies 50 jaar tot 100 jaar garantie op af. Dus zo zie je dat ze er eigenlijk zeker van zijn dat het amper gaat slijten. En als het slijt, dan valt het gewoon binnen de garantietermijn en zal het worden hersteld. Nou, de modules kunnen ook op een verschillende interval achter elkaar rijden. Binnen die interval zijn ze in staat om te communiceren. Dus al met al kijken we hier naar een zeer vernuftig, innovatief transportsysteem. Wat zelfsturend is, wat zelf kan nadenken en wat zelf ervoor kan zorgen dat mensen van A naar B kunnen rijden. Wordt het dan niet gemonitord? Dat wordt wel degelijk gemonitord, maar er zit een operator op afstand die alles in de gaten houdt en die ook kan anticiperen als er echt daadwerkelijk een probleem zou voordoen. Een aantal sheets geleden sprak ik al over zogeheten ankersupport. En wat is een ankersupport? Een ankersupport is simpel gezegd een opstapstation. Waarom heet het een ankersupport? Omdat de verankering boven in de nok van het station plaatsvindt. Dus vandaar dat ze het een ankersupport noemen. Maar alles gebeurt op het tweede niveau, waardoor je op het eerste niveau eigenlijk ruimte overhoudt voor andere dingen. Dus het verkeer zal geen hinder ondervinden van de modules die van A naar B rijden van Unitsky String Technologies. Ze hoeven ook niet te wachten voor spoorwegovergangen. Dus al die elementen kun je uit bestaande infrastructuur uithalen en ook weglaten in infrastructuur die je nog zou willen gaan bouwen. In 2018 is de drone tentoongesteld op het Ecofest in Wit-Rusland. Nou, hoe staat het nu met de drone? Het is op dit moment zo dat hij nog steeds in ontwikkeling is. Hij kan op dit moment plusminus een laadvermogen tillen van 750 kilo. Het zou goed kunnen zijn dat het nu al meer is, maar dat zijn de laatste berichten over de drone. Ik weet ook dat ik dat al een aantal webinars lang herhaal. Maar al met al is dus ook de drone in ontwikkeling. De bedoeling is op het moment dat hij compleet door de certificering heen komt en dat hij 1,5 ton kan tillen, dat hij ook direct wordt ingezet om commerciële projecten te bevoorraden of moeilijk bereikbare gebieden te bevoorraden, zodat de bouw rustig
door kan gaan. We hebben drie soorten spoorwegconstructies. We hebben een stijve spoorwegconstruct waarbij de modules eraan hangen. We hebben een stijve spoorwegconstruct waarbij de modules zowel boven als onlangs aan hangen of bovenlangs kunnen overheen kunnen rijden. En we hebben een flexibel spoorwegconstruct. En door het flexibel zegt het al, dat is een gebogen spoorconstruct, waarbij het diepste punt altijd lager is dan de intermediate supports. En dat is eigenlijk een zeer voordelig spoorconstruct, want bij deze spoorconstruct kunnen de modules onophoudelijk energie opwekken en die zouden ze eventueel ook kunnen afstaan voor stedelijk gebruik. Door staal op zaalwrijving ontstaat er ook energie en diezelfde energie kan ook worden opgevangen in een van de vele accu's. Ook door het middel van remmen ontstaat er energie en die energie wordt ook opgevangen in dezelfde accu's die de modules met zich meedragen. Op het moment dat ze een station binnenrijden kan ervoor worden gekozen als dat noodzakelijk is om de opgewekte energie af te staan voor stedelijk gebruik. Maak hierbij een verdeling van 80 wat ze kunnen afstaan en 20% wat ze nodig hebben om weer zelf te kunnen rijden. De aerodynamica is ook een zeer belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van Unitary String Technologies. Als je nu kijkt naar de eerste modules die ooit in het verleden zijn ontworpen en naar de modules die we nu langzamerhand de commerciële markt zien betreden, dan zie je ook al dat die sterk zijn geëvalueerd. De U-Flash is daar het mooiste voorbeeld van. Dat is de module aan de rechterkant van jullie sheet rechtsonder. Dan ontstaat zowel voor als achterlangs geen windcirculatie, omdat de module zo is ontworpen dat die dus ook geen vuile wind achterlaat en ook geen windcirculaties opwekt voor zijn achterliggers of voor zijn tegenliggers die voorbij rijdt. Nou, waarom is dat heel mooi? Omdat je daarmee eigenlijk dus ook ervoor kunt zorgen dat de energieconsumptie die de modules verbruiken, dat je die ook weer kunt terugdringen. Nou, dit is de U-Flash. De U-Flash is in 2018 tentoongesteld op de InnoTransfer van Berlijn. En in 2019 heeft hij zijn eerste metertjes gemaakt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het is zo dat de U-Flash een testbaan nodig heeft van 25 kilometer lang, plus minus. Kan korter, met liefst 25 kilometer. Zodat hij ook volledig door de certificering heen kan komen. En waarom is dat? 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. In deze configuratie is er plek voor 6 personen, maar in de nabije toekomst zullen er ook modules worden ontworpen waarbij de plek is voor 20 personen. Zodra er een geschikte locatie is gevonden, zal ook de U-Flash een sprong nemen in zijn certificeringsproces. Het is op dit moment nog even niet duidelijk waar een testbaan wordt gerealiseerd. Dat kan in de Emiraten zijn of elders, nagelang waar er plek is voor de module. En plek is voor de testbaan om die te realiseren. En dan komen we uit bij de volledige rolling stock van Unitary String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behouden de U-Flash. Zoals reeds aangegeven gaat die 500 km per uur. We beginnen de lijst linksboven en dan beginnen we bij de UniWind. De UniWind is een lichtgewicht module die plaats biedt aan 2 personen en zou kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld skipistes of andere recreatieve omgevingen. Dan krijgen we de U-Bike. De U-Bike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitary String Technologies. Dit is medio 2016 gebeurd. Dan krijgen we de U-Car, U430 T1 en T3, eigenlijk compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de driedubbele versie er plek is voor 18 personen en bij de enkele versie er plaats is voor 6 personen. Dan krijgen we de U-Bus U4 210. Deze heb je ook in verschillende configuratieuitvoeringen. In de enkele versie is er plek voor 12 tot 14 personen en zo breidt zich dat uit. Hetzelfde geldt voor de U-Bus U420 T2, in de enkele versie is er plek voor 25 personen. In de tweedubbele versie plek voor 48 personen. En in de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. Dus zo zie je dat er verschillende configuraties mogelijk zijn. En dit is de vijfde generatie modules van Unitary String Technologies. Aan de linkerkant zien we de U-Lite. De U-Lite zal ook daadwerkelijk worden ingezet voor het eerste commerciële traject van Unitary String Technologies. En aan de rechterkant vinden wij de U-Carrot. En de U-Carrot is op dit moment aangekomen in de Emiraten. En die zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zijn eerste meters gaan afleggen op testlijn 4. En dat is een lijn van 2,5 kilometer.
Ook het vrachtvervoer is niet stil gebleven in de ontwikkeling. Met de pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is het vrachtvervoer eigenlijk meer terechtgekomen op het goederenvervoer. Die zin klopt niet helemaal, maar het vervoer is eigenlijk, er is een grotere aanvraag gekomen op het goederenvervoer. Als we de wereld plat maken en als we dan gaan kijken naar alle passeringen en alle bewegingen, dan zien we dat er meer goederen worden vervoerd als dat de passagiers worden verplaatst. En dat is ook terechtgekomen bij Uniski String Technologies. Dus ze hebben de Yukon ontworpen en de Yukon zal binnen nu en niet al te lange tijd ook de weg afleggen naar de Emiraten en in Wit-Rusland. De U-truck is er al wat langer. Dat is een module die je zou kunnen inzetten voor bulkmaterialen van A naar B te vervoeren. En we hebben de U-Trans. De U-Trans is een grote lopende band en die kan op een gemiddelde snelheid van 30 km per uur steenkool of ijzererts bijvoorbeeld van mijnen naar overslaggebieden transporteren. Dus we zien dat Uniski String Technologies ook op het gebied van goederenvervoer niet stil is blijven zitten, maar dat het wel degelijk wordt ontworpen. En hier hebben we de U-Cont. De U-Cont is op de onderste twee foto's al daadwerkelijk in de assemblagehal. En op de bovenste twee foto's zie je dat het een staande module kan worden, maar ook een hangende module kan worden. Dus ook hier weer heel veel mogelijkheden. Ik gaf net aan dat de U-Light wordt ingezet voor het eerste commerciële traject van Uniski String Technologies. Dat is een traject van plusminus 1125 meter. Deze bevindt zich langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland, Marina Gorka. En deze zal straks de toeristen van A naar B verplaatsen. Dat is dus geen testlijn meer, maar dat is wel degelijk een commercieel traject. Het ligt langs het Ecotechnopark, maar langs het Ecotechnopark is ook een zeer groot vakantiepark verrezen, waarbij toeristen op ecologische wijze kennis kunnen maken met de visie van Uniski String Technologies. Nou, alles moet natuurlijk worden bedacht en worden uitgerekend door knappe koppen. Dat zijn de engineers. Er werken op dit moment plusminus 1000 mensen voor Uniski String Technologies. Maar dit zijn de engineers die dag en nacht alles berekenen en ervoor zorgen dat het idee van Anatoly Uniski ook daadwerkelijk vormgegeven kan worden. Anatoly Uniski heeft het idee, maar ook hij kan het niet alleen. Op het moment dat het is berekend, dat alles is ontworpen, dan gaat het naar de fabriek. En daar zijn de handige handjes en die zullen ervoor zorgen dat het in elkaar wordt gezet. Dus ook hier weer, hier wordt ervoor gezorgd dat het in productie wordt genomen en dat het geproduceerd kan worden. Als het eenmaal is geproduceerd, dan gaat het naar het Ecotechnopark. En het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein wat Uniski String Technologies heeft weten om te turnen tot een volledig ecologisch testpark, eigenlijk een showroom in de open lucht. Daar worden nog steeds overheidsdelegaties ontvangen of private instanties die kennis kunnen maken met Uniski String Technologies en wat het zou kunnen betekenen voor hun eigen land of voor hun eigen stad, nagelang de vraag. Nou, op het Ecotechnopark wordt niet alleen gekeken, maar op het Ecotechnopark wordt ook gewoon getest. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. Er wordt gebouwd ook in verschillende weersomstandigheden. Dus we zien dat het testpark volledig operationeel is. Nou, we hebben op dit moment een aantal beschikbare lijnen. Dat zijn er vier. En er worden er nu twee extra bijgebouwd. De lijn die extra wordt bijgebouwd, die is al wat langer. De intermediate supports voor een cargo lijn, die staan er al wat langer. En de lijn die extra ook voor de cargo wordt bijgebouwd, die bevindt zich al naast een 400 meter lange baan. Dus zo zie je dat ook op dit testpark er nog steeds wordt bijgebouwd, omdat verschillende klanten verschillende vragen hebben. Nou, de U-Flash is inmiddels ook in zijn testfases beland. Dus dat wil zeggen dat hij ook op het Ecotechnopark volledig wordt getest. Hij is ook gemoderniseerd. En nu wordt er op zachte snelheid of langzame snelheid getest. Zodra, als reeds aangegeven, de testbaan beschikbaar is die nodig heeft, zal die ook echt op zijn topsnelheid worden getest. Maar zo zie je dat er nog steeds achter de schermen volledig wordt doorgegaan met de ontwikkeling. Nou, en dit is dan hoe de modules eruit zien. Op de bovenkant zien we de U-Flash en aan de onderkant zien we de U-Bus U4-220T2 hangen, dus deze baan kan gebruikt worden tegelijkertijd, met als groot voordeel dat ze niet meer hoeven te wachten op elkaar, maar dat bijvoorbeeld ook goederen en passagiersvervoer tegelijkertijd gebruik kunnen maken van dezelfde baan. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect.
Want de dieren ondervinden best wel wat stress van bijvoorbeeld treinen die op dit moment voorbij komen rijden. Die produceren toch een hard geluid, daar schrikken ze van. Nou, de modules van Janitsky String Technologies produceren ook een geluid. Maar op het moment dat dat op een volledige volle snelheid met 80 decibel voorbij komt rijden, dan heb je het pas gedetecteerd als het voorbij is. Daarnaast is ook de stringrail volledig geïsoleerd, dus het geluid kan eigenlijk geen kant op. Dus het geluid gaat niet weg, het geluid blijft op zijn plek. Dus het rijdt eigenlijk mee met de module als hij van A naar B komt rijden. Daarnaast heeft Janitsky String Technologies wereldwijd tal van samenwerkingen met bekende en minder bekende bedrijven. Een van de bekendere bedrijven is het Belgische bedrijf Bekaert en zij hebben de rollen staal geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten, om te kunnen bouwen, om de stringrail te kunnen voorzien van het daadwerkelijke construct. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo. Wij kennen Lenovo voornamelijk als laptops, maar Lenovo is zowel in de Emiraten op het testpark daar de datavoorziening verzorgd. Dus we zien dat ze worden ondersteund op verschillende niveaus. En dan gaan we van Europa langzamerhand naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is het Sharjah Research Technology Innovation Park. Het is een hele mond vol. Maar Janitsky String Technologies heeft daar een stuk land ter beschikking gekregen. Dit heeft ermee te maken dat de Emiraten een volledige stage hebben afgekocht aan $25 miljoen. Dus het zegt eigenlijk een hele hoop hoe erg zij het zien zitten. Nou, sommige mensen zullen zeggen, ja, zij besteden alleen maar geld, ze gooien bakken met geld weg en het leidt naar niks. Je zult zien dat de Emiraten straks in de nabije toekomst een gigantische sprong naar voren gaan maken. En dat Janitsky String Technologies onder de noemer van U-Sky Transport in de Emiraten daar ook volledig mee aan bij zal dragen. Maar goed, terug naar de ontwikkeling van U-Sky Transport. Ik noem het nu U-Sky Transport. Je mag het Janitsky String Technologies noemen, zo je wil, U-Sky. Dus verschillende mogelijkheden, UST, het kan allemaal. Er zijn een aantal gebouwen inmiddels al af. Ze hebben dat land ter beschikking gekregen in de herfst van 2018. En op dit moment is het houten ecohuis af, is het enigste houten gebouw in de volledige Emiraten. En de eerste lijn van 400 meter is af. Daarna zijn nog een aantal kleine gebouwen af. Maar wat doet nou het Sharjah Research Technology and Innovation Park? Want dat is eigenlijk ook heel belangrijk om dat wel even aan te stippen. Wat zij doen is eigenlijk A en B met A en C met elkaar in verbinding brengen, of A en B. Zij zijn eigenlijk de speler tussen het bedrijf en zij hebben een hele grote agenda met alle belangrijke mensen. Dat zijn hoogwaardigheidsbekleders, belangrijke functionarissen van overheidsorganen of invloedrijke personen van bedrijven. En die brengen zij in contact met de bedrijven. En dat is ook zo met Janitsky String Technologies gebeurd. Dus ook Janitsky String Technologies heeft zo contact gekregen met hoogwaardigheidsbekleders. Nou, en dit is dan daadwerkelijk het bewijs dat ook in de Emiraten er wordt getest, er wordt gereden. Dit is de UCAR U4431T1. En de T staat voor tropische klimaat, dus tropical version. Deze baan is 400 meter lang en is in 2019 in gebruik genomen onder toeziend oog van de Sheik van Sharjah. Die is persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling. Er wordt in de Emiraten ook al getest op het goederenvervoer als mede op het passagiersvervoer. De lijn van 400 meter is veilig bevonden en de container die je daar ziet is daadwerkelijk ook al gewoon operationeel wordt opgetest. Dat is geen container die daar rijdt voor de mooierigheid, dat is een container die daar rijdt en die er ook wordt ingezet en ook daadwerkelijk wordt beladen, om op die manier er zeker van te zijn dat de constructen op hun plek blijven, dat de stringrail niet zou kunnen buigen, breken, en dat er geen metaalmoeheid ontstaat. Dus hij wordt daadwerkelijk ingezet en de informatie en de data die vrijkomt wordt straks ook weer geïmplementeerd in de chips voor de grote Unicont. Nou, dit is een certificaat wat aangeeft dat de modules en dat de infrastructuur van Janitsky String Technologies veilig zijn bevonden en dat mensen met een gerust hart kunnen instappen in de lijn van 400 meter op het testpark in Sharjah. Daarnaast hebben ze ook verschillende andere certificaten in de Emiraten. Dit is een management kwaliteitscertificaat. En dat geeft dus aan dat de organisatie van boven tot beneden volledig op orde is. Een ander bedrijf wat wij wel kennen in Nederland is KPN. Telecommaatschappij, ook KPN heeft een dergelijk certificaat. ISO is een internationaal georiënteerde organisatie die hele zware audits bij bedrijven afneemt. En dat een bedrijf de audit is doorgekomen.
dan ontvangen zij ook een daadwerkelijk certificaat. Dus het zegt genoeg dat Unitsky Shrink Technologies en USKY Transport dit soort certificaten krijgen. Want ook dit is ook weer een dergelijk certificaat dat aangeeft dat ze ook op in de Emiraten op een ander niveau operationeel zijn. Nou, dit is Anatoly Unitsky. Anatoly Unitsky controleert alles zelf. Of de berekeningen kloppen, of er geen metaalmoeheid ontstaat. En dit is zijn laatste controle die hij persoonlijk heeft gedaan. Net voordat de 2,5 kilometer lange lijn volledig tot de nok is gehezen. Nou, inmiddels is het construct van 2,5 kilometer lang, volledig van rond tot aan de top opgehezen. Dat is eigenlijk een groot record wat daar heeft plaatsgevonden. En wij zien dan hier het daadwerkelijke construct, hoe het eruit ziet. En eigenlijk is het vlak voor de ingebruikstelling dat de lijn in gebruik wordt genomen. En dat ook de U-carrot, zoals een aantal sheets terug, van A naar B zal worden getest. En hier zal hij ook op 150 km per uur kunnen rijden. Nou, achter het station moeten natuurlijk ook nog wel een aantal werkzaamheden worden verricht. En dit is een construct wat ervoor zorgt dat de modules die aan die lijn worden gehangen, van de grond af omhoog kunnen rijden. Nou, dit is een organisatie die heeft aangegeven, we hebben deze order geaccepteerd en we hebben binnen 30 dagen de intermediate supports kunnen gieten en kunnen implementeren op het testpark in Sharjah. Ja, en dit is testlijn 2. Testlijn 2 staat er al wat langer, maar daar wordt nu ook aan gewerkt. Want testlijn 2 wordt ook klaargemaakt om de Unicont in gebruik te kunnen laten nemen. Zodat ook de Unicont in de Emiraten, als mede in Wit-Rusland, getest kan worden. Nou, ook de U-carrot is inmiddels aangekomen in de Emiraten. Dit is een foto die een aantal weken geleden is vrijgegeven uit de video. Dus zo zie je dat er ook op twee continenten inmiddels wordt getest. Als we het transportsysteem kort zouden moeten samenvatten, dan is het milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. Het is een goedkopere manier om te implementeren als mede te reizen van A naar B. En er zijn nog veel meer voordelen. Wil je hier meer informatie over terugvinden? Dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Dat is de officiële site van SkyWorld Community. En dan zul je misschien afvragen, ja, maar waarom is de domeinnaam niet aangepast? Ik heb uit een aantal betrouwbare webinars kunnen vernemen dat ze ook inmiddels bezig zijn om de domeinnaam aan te passen voor SkyWorld Community. Dan gaan we naar de updates. Alles is begonnen met een aanvraag van CNN. Dat is een aantal jaar geleden gebeurd inmiddels, maar het zorgt er nog steeds voor dat de volledige media-aandacht dagelijks is voor Unitsky Shrink Technologies op verschillende continenten in verschillende landen. In het ene land iets meer en in het andere land iets minder. Maar zo zie je dat dat je maar één stukje nodig hebt om vervolgens alle schapen over de dam te krijgen. Dus ja, met dank aan CNN, wat een goed artikel is geweest, wat dus ook een officieel bevestigd artikel is, zie je dat dus de ontwikkeling van Unitsky Shrink Technologies is gedeeld. Voor de mensen die al wat langer zijn betrokken bij de ontwikkeling van Unitsky Shrink Technologies, kunnen zich nog heel goed voor de geest halen hoe sceptisch overheidsorganen zijn geweest. Maar diezelfde overheidsorganen geven nu aan dat dit transportsysteem wel degelijk het beste is wat ze zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur dan wel in de infrastructuur die nog moet worden ontworpen. En dat zij het eigenlijk in het verleden bij het verkeerde eind hebben gehad. Dus hier ook weer een fantastisch bewijs dat we eigenlijk te maken hebben met een zeer unieke kans. Ik sprak net al in het begin over de functie van het Sharjah Research Technology and Innovation Park, wat die eigenlijk doen, dat die mensen met elkaar in verbinding brengen. En dit is koning Letsi III. En koning Letsi III is koning van het koninkrijk Lesotho. En Lesotho deelt zijn grens met onder andere Zuid-Afrika. En Lesotho zou heel graag een lijn willen hebben van de havenstad Durban in Zuid-Afrika naar hun land, om op die manier goederen efficiënter van A naar B te kunnen verplaatsen. Dus je ziet dat Unitsky zich bevindt binnen de hoogste kontrijen op aarde. Wij krijgen heel veel niet mee, maar dit is wel wat we af en toe zien. Nou, dan is natuurlijk ook altijd de vraag van hoe staat het nu met het 15 kilometer lange traject in Dubai? Nou, dat is volgens Nadezhda Kosareva, CEO van Unitsky Shrink Technologies in Wit-Rusland en ook de vrouw van Anatoly Unitsky, is dat akkoord bevonden door de Emiraat van Dubai. Dus
Zij zijn nu ook in ontwikkeling voor alle ins en outs om dat zo goed mogelijk te kunnen implementeren. Nou, dit is Hussein El Mahmoudi. Hij is de CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park en ook zeer persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En ook hij geeft aan, als het tot een succesvolle certificering komt, dan zullen wij ook de eerste drie trajecten, commerciële trajecten, in het Emiraat Sharjah bekendmaken. Nou, dit is een potentieel eerste commercieel traject. Zij willen daar de U-Carat voor hebben. Er zijn verschillende trajecten, hebben ze laten zien. En zo ziet dat er dan ongeveer uit, wat we kunnen verwachten. Nou, ik ga er vanuit, en dat is geen koffiedik kijken, maar ik ga er zelf vanuit dat het tot een positieve certificering komt en dat deze trajecten ook daadwerkelijk officieel aangekondigd zullen worden. Ook in Abu Dhabi zijn ze aan het kijken voor de implementatie voor een aantal commerciële trajecten van Unitsky String Technologies. Je ziet hier Anatoly Unitsky op de foto met Oleg Seretsky. Op het moment dat je Anatoly zelf op een foto ziet met een hoogwaardigheidsbekleder, kun je er al van uitgaan dat er achter de scherm gigantisch veel in ontwikkeling is. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies en U-Sky Transport beide zeer nauwe banden met universiteiten wereldwijd. Dat hebben ze in Wit-Rusland, maar dat hebben ze bijvoorbeeld ook in India, in de Emiraten en ook in andere landen. Denk bijvoorbeeld aan Pakistan. Er is zeer veel interesse in samenwerkingen, want de studenten zijn de toekomst. Die zijn de toekomst om dit innovatieve transportsysteem voor te kunnen zetten. Nou, Unitsky String Technologies neemt nog steeds deel aan verschillende beurzen. Op dit moment is er ook een beurs gaande in Abu Dhabi, dat is eigenlijk weer een hele mooie kans om dit transportsysteem te zien. Deze foto is genomen op de tweede dag en je ziet eigenlijk hoe druk het is. Er zijn verschillende andere video's al beschikbaar gekomen, vrijgegeven door U-Sky Transport, waarin je ook kunt zien dat het gigantisch druk is en dat er gigantisch veel animo voor is. Ook de sheik van het Emiraat Ras Al Khaimah heeft een bezoek gebracht aan U-Sky Transport and Innovation Center. En ook hij is zeer geïnteresseerd in potentiële commerciële trajecten. Dus ook hier, als het tot een succesvolle certificering komt, zul je ook de eerste trajecten in dit Emiraat voorbij zien komen. Nou, ook in Saoedi-Arabië zijn ze wederom komen kijken naar de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies. En zij zijn bezig met een gigantisch lange stad van 170 kilometer lang en 200 meter breed, als ik het goed zeg. En zij zijn daarvoor aan het kijken welk transportsysteem zou onze wensen het beste kunnen beantwoorden. En dit is Nadessa Kosreva, die ook aangeeft dat zij klaar zijn om de markt in Zuidoost-Azië te betreden. Dus je ziet hier eigenlijk al commerciële trajecten nog niet echt officieel aangekondigd, maar wel aangekondigd als dat dit potentiële commerciële trajecten zijn. Nou, Nadessa Kosreva geeft aan dat zij klaar zijn om de markt in Zuidoost-Azië te betreden. En we zien hier Oleg Seretsky op de foto met een afgevaardigde van een Indonesisch bedrijf dat onder supervisie staat van de Indonesische autoriteiten voor de implementatie van een traject van ongeveer 3 kilometer, waarbij zij een opstappunt willen koppelen aan een druk winkelcentrum. Dit is niet alleen, ze zijn ook bezig om een nieuwe hoofdstad te ontwerpen, want de huidige hoofdstad Jakarta is vol, maar die schijnt ook daadwerkelijk weg te zakken. Dus ze zijn nu bezig om een nieuwe stad te creëren onder de naam van Nusantara. Dat kun je rustig op googlen. En daarvoor zijn de eerste commerciële schetsen, zoals zij dat voor zich zien, ook al daadwerkelijk vrijgegeven. Dus al met al zie je ook weer dat hier de ontwikkelingen doorgaan. En voor de mensen die al iets langer betrokken zijn, Indonesië is in het verleden ook al ten tonele verschenen. Die zijn iets aan de achtergrond geraakt, maar inmiddels zijn ze ook weer terug op het toneel. Dus toch wel zeer positief nieuws. Nou, en dit is dezelfde Oleg Seretsky. Hij is de CEO van Youscovery en hij staat hier op de foto van van de CEO van City World Peace of World Peace City. Kom er even niet uit. Al die namen, soms is het lastig te onthouden. En zij geven aan dat zij geïnteresseerd zijn om commerciële trajecten te implementeren. Denk hierbij aan trajecten van Turkije, Saoedi-Arabië, Spanje. Dus zo zie je dat ze langzamerhand echt bezig zijn om dit te implementeren. En dan zul je misschien denken, ja, maar waarom
doet dat zo lang? Waarom moet ze er zo lang over doen? Dat is gewoon eenmaal hoe het is. Je kan een idee hebben, je kan een project hebben wat is goedgekeurd. Maar op het moment dat je met overheden om tafel moet, dan gaat het heel veel tijd in beslag nemen. Maar het is wel positief om te zien dat de landen inmiddels in de rij staan. Nou, ook in Rusland zijn ze bezig met de ontwikkeling van een commercieel traject. Dus we zien dat ze echt op verschillende continenten bezig zijn om dit vorm te geven. En dit zijn de landen waarbij Unitsky String Technologies in onderhandeling is. Nou, denk hierbij aan Bahrein, India, Indonesië. Maar Indonesië is inmiddels eigenlijk al wel zeker dat daar wat gaat komen. En Lesotho. Nou, Lesotho heb ik ook reeds genoemd. India is ook een land geweest. Wat mensen misschien kennen uit het verleden. En is naar de achtergrond is verrezen. Of is gezakt moet ik zeggen. Maar inmiddels ook weer naar de voorgrond is verrezen. Dus ook daar zijn de ontwikkelingen gaande. Sterker nog, voor India is ook een entiteit opgericht onder de noemer eSky Transport. Daar kun je best wat informatie op LinkedIn over vinden. Dus dan zie je dat ook daar de ontwikkelingen echt gaan beginnen. Nou, dit zijn de landen waarbij Unitsky String Technologies aangeeft echt contracten te hebben ondertekend voor commerciële trajecten. De Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Nou, Rwanda is, is ook een traject geweest. Dat heb je ook voor degenen die het hebben gevolgd, hebben dat ook kunnen waarnemen. Dus het is zeer positief. En Rwanda is eigenlijk op zoek naar een lijn die ze kunnen koppelen van de internationale luchthaven naar de hoofdstad Kigali. Nou, als alles meewerkt, dan zouden ze een potentieel commercieel traject binnen 2 jaar kunnen realiseren. Maar dan moet alles meewerken. Dus je ziet hier van hoe het begint in het begin. Dus het ontwerp, een feasibility studie, tot volledig gebouw en volledige aflevering. Wil je hier meer informatie over hebben, of wil je dit beter en rustiger bekijken, dan verwijs ik je even naar www.ust.inc, moet ik zeggen. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvoHunter. Nou, wat doe ik dan? Ik maak visualisaties van Unitsky String Technologies en die deel ik in presentaties met overheden. En die deel ik ook in presentaties in andere situaties. Maar ik zorg er ook voor dat bijvoorbeeld mensen deze foto's kunnen gebruiken. En mijn doel is eigenlijk heel simpel. Ik wil gewoon dat jullie, dat iedereen een indruk kan krijgen wat Unitsky String Technologies kan doen in hun eigen omgeving. Dus in je eigen omgeving. Zodat je niet meer afhankelijk bent van foto's van het Ecotechnopark of van de Verenigde Arabische Emiraten of 3D-foto's. Maar dat je eigenlijk gewoon een echte foto hebt met een heel klein stukje 3D. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik doe. Je kunt het ook zelf doen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet altijd wil doen. Zou je het leuk vinden om een foto in je omgeving te hebben of van je omgeving? Laat het me dan zeker weten, zodat ik dat ook voor je kan realiseren op het moment dat ik in jullie omgeving ben. Nou, we zitten inmiddels in stage 15. En stage 15 is opgedeeld in 3 fases. Dus de vraag van hoe lang gaat het duren? Stage 15 is opgedeeld in 3 fases. Nou, hoe lang gaat het duren? Daar kunnen we geen antwoord op geven. Dat kan dit jaar klaar zijn. Afhankelijk van hoe snel het gaat. Maar dat kan ook nog een aantal jaren duren. Wij hebben natuurlijk wel degelijk invloed op een klein gedeelte. Hoe graag wij dit zouden willen, dat hangt ook af in onze handen. Dat hebben wij ook een stukje in onze handen. Voor degenen die het leuk vinden om te participeren, voel je vrij. Het is echt een zeer unieke kans, kan ik alleen maar zeggen. Maar daarnaast zijn ze ook afhankelijk van andere factoren, zoals hoe snel gaat de ontwikkeling binnen Unitsky String Technologies en hoe snel gaat het proces van de certificering. Dus ja, al met al, het kan snel gaan, het kan nog een klein stukje duren, maar het belangrijkste is dat we weten dat fase 15 dus bestaat uit 3 fases. En dit zijn de informatiekanalen die je zou kunnen raadplegen. We hebben inmiddels ook een WhatsApp-groep waarbij ik dagelijks updates plaats van SkyWorld Community en Unitsky String Technologies. Hetzelfde doe ik binnen de Facebook-groep, binnen de Telegram-groep, de Skype-groep iets minder. En zo zie je dat we eigenlijk op verschillende kanalen bereikbaar zijn. Mocht het nou een keer zijn dat één kanaal uitvalt of niet te bereiken is door een storing, dan heb je toch nog altijd de mogelijkheid om met ons in contact te komen via de andere mogelijkheden.
Mocht je nou vragen hebben over problemen in je account of andere problemen waar je even niet uitkomt, dan kun je mij of mijn collega Nettie Sommers altijd bellen. Wij zijn ervoor om jullie met een gerust gevoel de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies te kunnen laten volgen. Het kan altijd zijn dat je even ergens niet uitkomt en dan willen wij natuurlijk graag voor zorgen dat jullie zo snel mogelijk het antwoord krijgen op jullie vraag. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie tijd, aandacht en energie op deze Hemelvaartsdag. Heel erg fijn dat jullie toch de moeite hebben willen nemen om even naar deze webinar te komen kijken of misschien te luisteren. En ja, dan hoop ik jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar en die zal in juni worden gegeven. Zoals ik reeds aan heb gegeven, mochten er vragen zijn, mocht je ergens mee zitten, laat het ons zeker weten. Schroom niet, voel je niet bezwaard. Wij zijn ervoor om jullie zo goed mogelijk te helpen. Nogmaals, hartstikke bedankt voor jullie tijd, aandacht en energie. En maak er een hele mooie avond van. En ja, tot de eerstvolgende webinar. Dankjewel.